Zou er nog veel van komen? Ja, dat is hier al veel volk. English? Who is English speaking? Some English? Ja, ik ken. Nederlands? But we do a part in English and a part in Dutch. Oké? Ja? Good afternoon, Habi. Dear all. Good afternoon. This will be a rather long speech. I'm sorry for that, but it's also logic because we're talking about somebody who was here for almost 47 years. So, to some extent, it is also logical that we're talking about quite a long speech because there is quite a lot to say about Habi. We made a big document, Habi, for you. So, September 29. 1969, ladies and gentlemen, that was the day that Habi started to work at CBRT. It was a time of flower power and hippies, and the Beatles were not even split. So if you count that, thanks to the internet, that is 17,047 days back, or if you count it in working days, it is 11,805 working days, including May 31st of 2016 today. Most of us were not even born yet. Habi, we have a little surprise for you. Just check what is in here. So this is a memory to CBRT. So Habi, I'm not sure what you're going to do with that. It's quite heavy. I hope you're not by per bike, otherwise that's a problem. So, 1969 CBRT, that was the time that most of the television was still black and white, and they were actually real CRTs, cathode ray tubes. We were not even talking about semiconductors yet at that moment in time. So, you've seen it all, Habi. You've seen color TV, you see semiconductors, you see RC5. You've seen teletext. You've seen Nikon, Scavam, Featurebox, Plasma TV, LCD TV, Digital TV, Digital Broadcast, Smart TV, you've seen it all. You've also witnessed all the changes in the organization going up and going down. And you actually survived them all, even the last two rounds, simply because you got too old to be fired. Actually, it was pretty close, Habi, because most of us are leaving per 30 of June, so we were even left before you. Collecting some information about the first years in CBRT seemed to be very problematic, because obviously the old colleagues are already all gone, and the young ones are just too young to know. Happily, we have a good first-hand source, being Habi himself, interviewed by some smart undercover journalists with a good memory. And if you reconstruct the first years of Habi, for all those who are younger and have, in fact, a seniority of less than 35 years in this company. So Habi started off as a fault finder. We sometimes would call it disturbance seekers, in a bad English translation, but okay, fault finder. In the generation that also had people like Freddie Hepp and Marc Bosset, and also the notorious Pascal Bernard, Freddy de Hank, and Danny Rossi.
Right after how we started, there was a temporary position as an instructor to give training towards the fault finders, and Javi temporarily jumps in. And after a short time, in fact, Toon Albrecht, who was managing the department, left that department, which left a place for Javi. So Javi succeeded Toon Albrecht. And in that function, he trained generations of fault finders, generation after generation. He also trains repair people, and it is amazing, he has a certain preference for a certain group of herstellers. Let's call them herstellsters D, a female group of repairsters who would repair the faults, quite easy problems they would repair using a fault finding tree. It was already remarkable that Javi preferred to give training to them. Remember this, because this comes back. So Javi gets his information in development Eindhoven in those early days. Later on, when development moved to Bruges, then obviously Javi had close contacts with the OK building to get his information. Shifting to the 80s, we have a bigger source of information, because basically all the developer crew here know to some extent trainings given by Javi, including myself. And I think that in the next coming weeks a lot of cupboards will be cleaned and a lot of people will find a copy of this work, the Cursus General Kleur TV by Javi. Alsjeblieft, Javi. So a lot of evidences are available in this building, no doubt about that. To share my own experience, when I started off in a year, which I will not mention myself, I started off and my first job here was in development. I was part of a project called 3D. And my first job was to start up models that had never played before. My model was number 13, I will never forget that. And it didn't start, of course. And it took me 3 days to locate the problem, and I needed the help of Javi, because it was a problem in the SOPS supply, which was quite a terrible thing to find problems in. So I finally located the problem after 3 days of blood, sweat and tears, and then could repair it with tricks from Javi. And after that I followed the course on SOP supplies, I think twice, to know all the tricks about that. Also, what we know from the 80s is that Javi was evangelizing ESD procedures. I got a pair of extremely ugly shoes, because otherwise I was not allowed to go to production. Extremely ugly they were. There was also an alternative. It was a kind of a pantoffeltje, a salvatje, something that you had to take over your shoes in order to go to production. And if you did not have those, then you have to stand on the so-called brommer, which was a tester to test ESD resistance. So that is why we know Javi as well. So I also have a kind of report on an accident that happened in hall 1. Apparently a mains cord was used for certain purposes that it was not meant for, causing a general damage in hall 1, a general problem with electricity in hall 1. And I think that is the basis for the recent course on BA4 that we all have received. Yeah? Javi stayed in engineering for a very long time, and actually he has kept on giving trainings, and if I think about it, he still continues doing that, because for every newbie who arrived in development, he had some inputs, he had some tricks and tips, and he was always very helpful and patient to give the training over and all over and all over again. And what I always remember from Javi is, training somebody, that has to be simple. If you give an explanation, it has to fit one A4. If you cannot fit it on one A4, it is too difficult to explain, or you do not get it yourself. Yeah? Right? So a good trainer should convert his training material into something which is simple in an A4. That is what I will always remember.
In this way, Javi has explained many things to many people, many newbies in this organization. And amongst others, he has explained the NVM layout and the way of working, I think in 20 different ways, in 20 different forms and 20 different languages, to Bruggenese, Singaporese, Chinese and Bangaloreese, or something like that. Yeah? In fact, I talk about training, but also finding problems. He never stopped doing that. He kept on repairing TVs in his free time, and he used that information to go to service requirements. Carlo is sitting here, so Carlo knows all too well. So, Javi wrote requirements on servicing the set, and that was about error codes, blinking LEDs, swap SSB procedures, and set option procedures recently, Javi. We have tried to make the business case for the power OK line, but we still were not able to make it finally. And then, if I go over what he did in development during the last couple of years, I have some numbers for the big data fans amongst you. And I thank the colleagues from Bangalore to give me some input for that. First of all, Javi wrote 2,847 DCRS requirements for video, Ambilight service and factory. He wrote 2,930 lines of XRS video and Ambilight. 1,247 XRSs on consumer care. 944 product info requirements with a total which is 7,968 requirements. Given each requirement 25 to 30 words, it's about 200,000 words in total. Indoors. Indoors, yes. The other thing he did was administering Jira, and I counted Jira between 2K13 and 2K16. Javi has administered 1,227 CRs. He created 120 himself, including one yesterday. And 22 CRs were about the checkerboard, and that was also the one yesterday. It was a CR for the checkerboard, I saw. In fact, while I was writing this speech, I got a ping. Somebody was asking me for the link towards the latest checkerboard. Have you done your transfer properly, Javi? Are you sure? Okay, I'll switch to Dutch now. Sorry. I think you will be able to follow. Ik heb nu al een heleboel big data gelist omtrent werk, maar er is ook een heleboel big data naast het werk, natuurlijk. Iedereen die Javi een beetje kent, en dat is trouwens geen probleem, want iedereen kent hier Javi, weet ook dat hij met zijn koersverloop naar het werk komt in de zomer. Dus als je dat nu uitrekent over 47 jaar, van Kortemark naar Brugge of van Kortemark naar Gent, als je dat uitrekent, dan is dat zowat 200.000 kilometer met de vlo, alstublieft. Dat is een serieus aantal. Hè. En in al die 47 jaar is hij waarschijnlijk nooit een dag ziek geweest. Ik denk dat hij nooit een dag echt ziek geweest is. Maar hij is wel een aantal keren serieus gevallen met zijn vlo. Dus de keer dat hij dan afwezen was, was het omdat hij op zijn pols of aangezegd of zijn beer, whatever, gevallen is. Ik herinner me trouwens dat ik hem opgeraapt heb op de Padhoekenweg een paar jaar geleden. Letterlijk, omdat hij in botsing was gekomen met een brommer. Trouwens, voor degenen die mee willen doen met de fiets, mogen serieus stampen, want hij kan eigenlijk een toer krijgen. Als hij met de trein komt naar hier, dan komt hij naar het station van de Pente. Om een of andere reden, Habi en station van Gent, gaan niet samen. Hè? De fiets stopt plat. Je bent de sleutel kwijt en moet wat gerepareerd worden en dat gebeurt maar niet. Dus dat valt eigenlijk niet mee. Dus als hij naar hier komt met de trein, dan is hij naar het station De Pinte. Terwijl hij op de trein zit, leest hij de gazet. En hij leest de sportpagina's. Maar hij leest ook de pagina's die te maken hebben met dames en vriendinnen. Dus de typisch vrouwelijke pagina's. Ah ja, we hebben er al iets gezegd over die herstelsters D. Weet wel? Ja, hé. Het begin van de speech. Javi is gecharmeerd door alle dames. En de dames zijn natuurlijk allemaal gecharmeerd van Javi. Zonder enige twijfel.
Zonder uitzondering kent hij al de dames van het bedrijf. Hij doet er regelmatig een praatje mee. Het valt ook op dat hij extra veel uitleg geeft aan al de dames van het bedrijf. En dat is ook per chat. Dus als we praten over mau mau, of kanguangske, of soeparnatje, die krijgen allemaal heel veel uitleg van Gabi ook per chat. Dat is geen enkel probleem. Wat er ook opvalt is, onder de dames, vinden jullie niet dat Gabi veel verjaart? Gabi is een aantal keer per jaar jarig. Dat is raar, hè? Ja. En wat ik vooral natuurlijk weet voor mezelf is, ik ken goed een tijd van de Japanse kersenbloesem. Hé, Gabi? Schoon weer, je mocht er donder op zeggen, Gabi begint over een terras. No doubt. Hè? Dat is Gabi en een terras, ja, dat moet kunnen. Hè? En vooral over Brugse zot, want dat is zijn favoriet bierken op dat terras. Een verwaarloze gelegenheid komt immers nooit van zijn leven meer terug. Ik herinner mij ook nog een terras naar een begrafenis van een collega, van Robert Kores. Dat we allemaal zijn blijven plakken, want hij kende zogezegd een kortere weg, maar we zijn op het terras geland en we zijn dat blijven hangen. Een aantal van de mensen hier in de zaal weten dat. Dus op dat terras konden we ook wel een keer blijven plakken. Hij is ook voorzitter en bezieler van het EHBO-team, wat hij voorleest uit eigen werk. En dat ter lering en vermaak van je team. En hij is ook altijd in voor een grapje. Ik denk, Paul, op een gegeven moment weet hij nog dat we u een lunch uit uw boekentas hadden gehaald en er allemaal schoolboeken in gestoken hebben? Ja. Ja. En, dus hij is, heeft grappen voor groot, maar ook voor klein, want mensen weten dat, met kleine gasten weet hij dat hij het laatste jaar Sinterklaas is geweest. Dus, Sinterklaas in het grote boek. Voor de kleine gasten, dat was ook Gabi. Nou, beste Gabi, je ziet, er is hier heel veel volk. Er zijn dus heel veel mensen vandaag, ook mensen van buiten het bedrijf, die teruggekomen zijn. Hallo Freddy en Mark. Zijn hier vandaag een heleboel mensen die jou willen uitwijven. En dat is natuurlijk niet per toeval. En Letitia had het schitterende idee om een boek te maken voor jou. Dat mensen allemaal quotes en herinneringen en anekdotes over jou en van jou konden inzetten. En mensen zijn massaal naar het vijfde verdiep gekomen. Letitia heeft dat boek bij Pascal en mij gelegd, want dat mocht niet te veel opvallen natuurlijk. Maar mensen zijn echt massaal naar het vijfde verdiep gekomen om dat ding in te zetten in dat boek. En je had daar veel plezier aan geleerd. Ik denk dat dat het beste cadeau is dat Letitia kon verzinnen. Je had daar veel plezier aan beleven, want daar staat eigenlijk van alles in. En wat er dan opvalt, als je al die commentaar leest, is dit. Jouw gedrevenheid en jouw passie voor het werk, dat is echt, echt uniek. En je bent wat lijkt een Flandriaan, lijkt blikschotten uit de West-Vlaamse klei. En je vroet je door het werk, zulke maken ze niet meer. Gedreven en gepassioneerd tot je allerlaatste werkdag. Blijven helpen, blijven jezelf beschikbaar staan, blijven uitleggen en blijven bijdragen wat je kan. Daar gaan ze niet veel meer vinden. Daarbij heb jij ook de echte unieke eigenschap om jouw passie te delen met andere mensen en dat met een positivisme, een zonnige ingesteldheid en een enthousiasme dat je zelden ziet. Dus dat werkt aanstekelijk voor iemand, voor iedereen die rond jou is of met jou werkt. Dat werkt aanstekelijk in een groep. Dat is gewoon geweldig. Het leven is voor jou een geschenk. Life is a gift. En you have the ability to pass on that gift to other people as well. And that, combined with your drive and your passion, that makes you truly a unique personality. So thank you, Gabi, for that. Thank you, Gabi. Thank you. Now, a little last note. Knowing you, you will not stop working because you don't know the difference between working and stopping with working. That's all pretty much the same for you. So you will work in your garden, you will reconstruct houses, you will repair TVs, you will take your bike, go to a terrasje with the Brugse zot. You will be busy with Leon, Arthur, Alice and Pauline.
and they probably cannot imagine a better grandpa than you are. My image is gone again. I'll put it up later on. Anyway, somebody told me that you had a congratulation on the way you studied teletext and you explained teletext to other people. Today is the last day that VRT transmits teletext. Now, is that a coincidence? Yes or no? So, Javi, we wish you all the best. Enjoy the gift of life still for many years and in many ways to come. Thank you for all what you've done. Yeah, I had prepared something in English. The last 2 years I learned a little bit English from Gudrun. I was born the 8th of May 1951. I will not tell my whole life story, just a few things that you don't know. The 8th of May, that was just 6 years after the end of World War II. I don't remember it, do you? But I do remember all the stories of my parents, my grandfather and other elders. Every story started or ended with the words, "during the war." And I must have heard 100 times, "you are happy children." They were right, I was a happy child, and I still am. We grew up in the 50s. The world revived, new streets, new houses were built, cars appeared in the streets, all kinds of electrical devices were invented, but the biggest wonder was television. Television appeared first in shops, later in homes. My grandparents couldn't understand how that was possible. They didn't have Wikipedia, and by the time I was able to explain it, it was too late. That's why I tried to explain it to you. The Golden 60s came. We studied and started to work in Philips, CPRT at that time, and we produced the first Philips TVs. I started the 29th of September, together with my colleagues and friends of the first hour, and I'm delighted that they are here for my last hour. Thank you, Freddy. Thank you, Mark, for coming. In 1969, the economy flourished. There was work for everyone. It was the time of the global power, Gudrun told it already, the time of Elvis, the Beatles, the Rolling Stones. At that time, there was science fiction about computers. Computers who should know anything. They didn't talk about glasses. About robots who should do anything. The world was ours. The sky was the limit. Life went on. I married Annie and we had 3 children and 4 grandchildren, who already told it. And from now on, I will have more time to spend with them. Annie has made this darts for you. You can try it later. The rest of the story since 69, yeah, you know it, who told it, and even I was surprised. Before, I wish you all the very best for your future, wherever you land. And before we offer you some sweets and some drinks, there's also wine. Before, I will thank a lot of people. First, I will thank Philips. In the first place, Fritz Philips.
He was the president of Philips in 1969. Marco Freddy, do you remember? Yeah. I remember his words when I installed a TV in his house. It's really amazing what you accomplish in Bruges. It's a pity that my father Anton and my uncle Gerard can't see this. I explain, Anton and Gerard started the company Philips Roeilampen factories in 1891. And Fritz helped to make Philips a very big company all over the hundred thousands of employees all over the world. And he was a pioneer in social engagement. And what we can know is in great part thanks to Mr. Fritz. He was not a doctor. Thanks also to all the bosses I've had. From Fritz to Nicola, not forgetting Gudrun. Gudrun Philips, as I said. And all the leaders in the time and in letter, I did not count it, but I guess there are more than there are stars in the sky. You meet the best of me, maybe more than that, and in that way I earned my bread and butter in the best way. But more than this, I will thank all the colleagues and friends during all these years. All the teams I was part of, including the first aid team, the walking team and Santa Claus team, and all the teams, we did a good job. We helped each other and we made a lot of fun. I appreciate every job, from engineers to fault finders, testers, cleaning personnel, hardware, software, mechanics, and secretaries. Of course, Dave, what would I be without them? I won't forget the way we all worked together, the help I received from all of you, a nice word in the morning, a smile every morning, it works wonders. I thanks everybody for coming, special to Caro, who comes from Eindhoven. I wish you the same friendship in any job you ever have. I realize tomorrow we are ex-colleagues, but not ex-friends. The end. Gabi, we hebben met de collega's samen ook nog een beetje bijgespaard om een cadeautje te kunnen overhalen. Ja, dan gaan we in de smaak vallen, veronderstel ik. En dan. En dan hebben we hier ook nog. Is dat in de nabije toekomst van pas aan komen? Alsjeblieft. Ja, vul maar open. Zo van een winkeltje moeten zijn dat je kent. 150 euro DP Vision in hand. En staat er. Staat er niet op? Oké, staat er niet op. Nee, ja. Van Fietsen Claro, wat is dat? Fietsen Claro. Ik hoor het wel. Ik hoor het wel. Ja. Dus de mens gaat daar valideren, normaal gezien. Ik heb het al, dus. Ik heb het al. So much work. Thank you all. I will not read it all. Thank you all. And this is the book with the memoirs for you to read.
Ja, ik vind die een lot of tijd. Ja, Rob. Ik kan u toch, allee, op u, het is eigenlijk vandaag een mirakel gebeurd dat je op pensioen gaat. Dus eigenlijk als hoofdstrijders van het eerste uur vind ik, ja, dat ik toch nog wel enige woorden tot u moet richten. Ik heb een keer nagedacht en een en ander op papier gezet. 29 september 1969, voor de wereld een gewone dag. Hè. Voor Mark en ik echter een dag die ons leven drastisch zal veranderen. Niets vermoedend togen wij die dag op weg naar het toenmalig CBRT om aan onze eerste werkdag te beginnen. Die dag hebben wij het licht gezien. Het licht noemde Gabbel. Dat was zoiets als het Oude en het Nieuwe Testament. Er was een voor en een na. Gabby, toen een beloftevolle wielrenner, en Mark, een beloftevolle, een professionele basketter. En ik, ja, die dag veranderde ons leven. Gabby leerde ons dat het leven niet gecompliceerd was. Hij had voor alles een pasklare oplossing. Vanaf die dag was Gabby voor ons een baken van wijsheid, een soort kruising van moeder Teresa en de Dalai Lama. Eerst als storingzoeker, er waren er wel meer die storingen mikken dan zochten, hè. Namen zal ik hier niet noemen. In deze periode ontdekten we ook het vrouwelijk schoon. In die tijd was CBRT een soort pretpark wat dat betreft. Een paar namen uit deze periode, ik hoop dat ze hier niet is, Zotte Linda en Denise, waar we eigenlijk alle drie een beetje op verliefd waren. Hè. Maar ik weet niet, Gabby, jij misschien? Ja, toch. Het was de periode van Jeff van Uitsel, Zotte Morgen en Charles Navour. Na een paar jaar splitsten onze wegen voor de eerste keer. Gabby verdween naar de opleidingsafdeling, ik naar de personeelswinkel en Mark naar de ontwikkelingsafdeling, wat dringend nodig was. Na 2 jaar kwam ik ook in de opleidingsgroep terecht. Mark bleef ontwikkelen, wat weet ik nog altijd niet. In die tijd werd er opgeleid dat het niet mooi meer was om te zien. Er kwamen iedere week horden vele maatjes binnen, die allemaal door Gabby opgeleid werden. Gabby koos de mooiste en ik moest alle lelijke venten opnemen. Ik droeg mijn lot gelaten. Een naam die Gabby's ogen zeker zal doen blinken uit die tijd is zeker Chantalke. Ja, Gabby. vanaf dan waren we onafscheidelijk. Lief en leed werden gedeeld. Een aantal namen uit die tijd, die ondertussen al de meeste toch overleden zijn. Jos van Ees, Daniel Kazier, Jeff Kalle, Danny Rosseel. Ik weet niet of dat dan hier is. Nee. Opleiding werd toen Theo. In die tijd kregen we allerlei cursussen. Een van de meest spraakwakende was Deva. Dat was zoiets als salpetersuur. Je kon daar alles mee oplossen. Theo werd ingenieur. De lange lijnen deden een intrede. En toen ontdekte de bazen Gabby pas echt. Hij werd de chef van de engineeringafdeling. Althans, van de stukje die we hadden. Hij aarzelde niet om de zweep te gebruiken, wat soms wel nodig was. Mark had ondertussen zoveel heimwee dat ook hij terug in onze groep kwam. Toen in het jaar 98 een bom ontplofte in het bedrijf, 800 man moesten het bedrijf verlaten. We werden weer uit elkaar geslagen. Mark en ik kwamen in de veiligheidsgroep terecht. Gabby bleef achter als grote baas van engineering. Na een jaar zagen ze in dat veiligheid en ik niet bij elkaar pasten en ik verdween naar de kwaliteitsafdeling. Na een tijdje kreeg Gabby heimwee naar ons en ook hij kwam in de ontwikkelingsafdeling terecht. Hoe hij het klaarspeelde weet ik nog altijd niet, maar weer omringde hij zich met al de mooiste exemplaren van het vrouwelijk schoon. Pascalke, Goedroentje en een lijst die veel te lang is om op te noemen. Gabby heeft toen iets nieuws ontdekt, de projectplanning. Ook in ontwikkeling verbaasde Gabby iedereen met zijn simpele oplossingen voor de meest complexe problemen. De jaren gingen voorbij en Mark verdween op prepensioen.
Gabby sprak er schande van. Dat was not ton. Toen een jaar later de zoveelste reorganisatie een feit was, koos ook ik eieren voor mijn geld en verdween. Ieder jaar op 29 september komen we stevast bijeen voor het drinkgelag. Het spannendste van de avond was toen Gabby met enthousiasme de projectplanning in geuren en kleuren aan ons presenteerde. We hebben allerlei plannen gesmeed om Gabby ook te doen stoppen, maar niets mocht baten. Gabby bleef zijn ongelooflijke positieve zelf. Hij bleef geloven in het bedrijf, ook al werd het met de dag kleiner. Ik heb nooit in mirakels geloofd, maar nu is het toch hier gebeurd. Gabby gaat met pensioen. Een grote droefheid maakte zich van onze meester. Want wat zullen we nu op 29 september moeten doen zonder de projectplanning? Gabby, de tijd van gaan is gekomen. Na 85 jaar werken kun je nu eindelijk weer werken aan je wielercarrière. Gabby, je bent gedurende al die tijd onze beste vriend geweest. Bedankt daarvoor. Je doopkindjes, Mark en Freddy. Thank you.
Ik word toch een beetje gerust. Ah, ja, dat mij houdt. We gaan morgen op de flex desk gaan zitten. Op het vierde. We hebben geen flex desk. Je net niet. Twee dagen. Ah ja, ja. Mijn echte laatste dag. Check this. Sing a chord for hobby. I was very pleased, of course, because I like to sing. But yeah, later on I got disappointed because I got a reminder from Gudrun, and then I realized it was not sing a chord, it was sign a chord. I had thought, well, I can sing, maybe not a chord, but maybe 5 minutes or so. Okay. I had prepared, so my preparation would be in vain, but I said, well, okay, let's continue, I will do it anyway. Okay, so that's where the part in English stops, because it stops being funny. So now I will continue in Dutch. Sorry. Ik wil dus eigenwijs bijdragen aan het aangeven van hobby. Ja. Maar wat nummertje past er nu bij hobby? Dat was dus mijn probleem. Wat nummer zou ik kiezen voor hobby? Ik had heel eenvoudig iets kunnen kiezen afgaande op uw muzieksmaak van Jeff van Uitsel of Willem Vermanderen. Maar ik zat sowieso met het probleem dat het kon neerkomen op het gezag van een oude vent. Dus ik dacht van, als ik dan nog een nummer van die mannen kies, dan is het zeker een risico. Hè. Dus, van gezag van oude venten gesproken, ik voel mij toch niet zo op mijn gemak. Ik had gedacht dat ik hier beter op mijn gemak ging staan. Ik heb er voor iemand, van iemand een trucje voor geleerd. Ik heb in beeld dat jullie allemaal weg zijn, dat ik hier op mijn alleen sta. Al jullie zijn er nog. Het werkt waarschijnlijk al hier bij topmanagers. Ik dacht toen, hobby to hobby begon, dat waren zo de jaren van, het is hier al gezegd, van de protestzangers. Ik zei misschien moet ik iets doen van Boudewijn de Groot of Bob Dylan of Ferre Grignard. Maar dan, ja, ik dacht,
protesteren en Habby, dat is ook niet, het gaat ook niet samen. En toen vroeg er mij toevallig vanmiddag iemand, heeft er aan mij kan ik er iemand kwaad gezien, dus het protest zal het ook niet. En toen dacht ik dat ik het gevonden had. Ik dacht van, we gaan het iets jeugdiger houden, iets dat iedereen zo herkent, dat goed in het gehoor ligt bij iedereen. En toen ging ik dat weer zo van, wacht hè, toen dacht ik dat ik het had hè. Zo van. Wie werkt er aan de band? Hallo, hallo. Wie komt er alle dagen met de velo? Wie doet er dan veel werk? Of lijkt dat alleen maar zo? Onze televisie Romeo. Wat, ik raakte daar precies ook niet verder mee. Dat moet misschien iets landelijkers, iets virilers, zo lijkt de werkmens. Of de wilde boerendochter. Ja. Op dat deed u geen recht aan. En ik zat eigenlijk met mijn handen in het haar. Maar toen probeer ik terug te keren naar de essentie. Dus wat is essentieel? Dat is uw zeer lange carrière. Dus monumentaal, dat is een monument, Gabi. En straks een legende, als die verdwenen is. Niemand gaat dat geloven dat dat bestaan heeft. Dus ik dacht... In Ierland bestaat er zo'n mooie ballade, dat is misschien beter, dat past misschien beter bij Habby. Die Ierse ballade bezingt zo'n andere legende. En dat liedje is misschien wel een goede container voor de 46 strofes van uw carrière. Een uitzonderlijk jaar, ze zetten daar een Amerikaan op de baan. En ook een brugger hoort er iets, de stap een jongen van de fiets. Hij ging daar op zoek naar een baan. In het Brugshavengebied was er veel activiteit. Hij zei, doe die deur hier maar open. Gemaakt hier tv en verdient dat goed van pre. De naam is Gabby Uitenhoven. In de CBRT was het zwart-wit tv, die waren niet smart en niet plat. Ze hadden een buis en soms wat beelden ze de ruis, maar ze verkochten als sletje chocolat. En ze waren nog niet af, of ze gingen al kapot, paneel nog maar vers uit de oven. Dan moet u niet enerveren, zal ik dat repareren, riep Gabby Uitenhoven. Der weer en der wind kwam Gabby gezwind naar Brugge op zijn velo. En was de storm op kop, dan voelde hij hem top. Zoiets was voor hem een cadeau. Wat kwam de motor op zijn pad en de Gabby ging er plat. Hij vloog tijder het onderste boven. Maar hij kwam klaar op deur. Hij is tijne koerer, onze Gabby Uitenhoven. De ferme vent aan de band en altijd charmant deed ze lonken van achter het paneel. Maar zo'n component, ook voor een gezonde vent, wordt daarop veel te veel. En er waren er wel bij, maar ons kende Gabby niet. Hij zei, hij rap, het is erover. En kijk ik mezelf, en bluf je van mijn lucht, dat zei Gabby Uitenhoven. Die moesten op den duur lossen van het peloton. Freddy en Ben Bossert, die waren er al uit. Gabby bleef zo lang hij maar kon. Ook Linda en Denise pakten een valies. In productie was nu maar over. De
er waaien andere winden. Ik moet niets anders vinden. Mijn gedacht dacht uit een hoven. Dag en dacht was niet zo slecht. En Habby kwam terecht in de ontwikkeling van het product. Hij was jaren instructeur, kende de setters deur en deur en bleven werken, was weer gelukt. Want dankzij Goedroen had hij altijd wat te doen. Dankzij Goedroen had hij altijd wat te doen. En nu vergeet ik de rest van de strofe, maar ik houd goede moed. Alles komt wel goed, ik heb dat geleerd van uit een hoven. Als het middagpauze was, zag Gabi zijn kansen luchtje scheppen met Alijn en Hans. Erwin de Witte erbij, dat is al vier op een rij, dat is al goed voor wat leut en wat zwans. Dat was ter Pascal ter mond, wat dat is een maatje en vond. Daar lacht hij een schofke van boven. En de deze die had gozen, die mocht er ook mee zijn bij de collega's vanuit een hoven. Habby werkte daar meer dan 46 jaar en hij had eindelijk zicht op pensioen. Maar de baas van TPV, die werkte niet mee. Hij zei, nee, dat gaan we niet doen. De Chinees trok eruit, verdween met de buit. Er bleef toch maar één man over. Hij stond alleen aan het stuur. Hem laten gaan was te duur. En zijn naam was Uitenhoven. Ik ga dat wel wachten tot als de meeste weg zijn. Eén die wat Engels kon, één die wist wat drank dat zat, één die wist wat deed, één die wist wat alle best. Ja. Was je work? Thank you.